Dit is een Cartesiaans assenstelsel. Het heeft loodrechte assen en alle assen zijn op dezelfde manier geschaald. Voorlopig werken we in een tweedimensionale ruimte met slechts twee assen. Het assenstelsel laat ons toe de wereld te bekijken doorheen een rooster en te vatten in getallen. De positie van het assenstelsel kiezen we. Zo dadelijk zullen we het verschuiven, later ook roteren of scheveringen. Dit fysisch punt heeft coördinaten 4-6 in dit assenstelsel. Maar coördinaten min 2, 3 in dit assenstelsel. Wanneer het assenstelsel duidelijk is uit de context, spreken we gewoon over het punt 4, 6. Of soms spreken we over de vector 4, 6. Men tekent dan een pijl vanuit de oorsprong en spreekt van een gebonden vector. Maar let op, deze pijl stelt een ongebonden vector voor met coördinaten 4, 6. De coördinaten geven geen posities op de as aan, maar vorderingen langs de as 4 naar rechts en 6 naar boven. Deze verschoven pijl stelt dezelfde vector voor. En ook wanneer we het assenstelsel verschuiven, blijft hij onveranderd. De vector stelt geen positie voor, maar bijvoorbeeld een stap die we vanuit elke positie kunnen zetten. Of een operatie die gelijk welk punt over 4 naar rechts en 6 naar boven verschuift. Coördinaten laat ons toe om makkelijk met vectoren te rekenen. Dit is een vectorsol. Werk op dat we de vectoren als kolommen noteren. Dat is gebruikelijk en voor de som leest het makkelijk. Maar ook hier gelden verschillende interpretaties. Soms denken we over 4, 6 en 3 min 1 als twee opeenvolgende stappen. 7, 5 is dan de totale stap. De volgorde van de stappen doet er niet toe. In deze volgorde nemen we een andere weg naar hetzelfde resultaat. De twee wegen samen vormen een parallelogram. Maar soms denken we over 4-6 als een punt en over 3-1 als een stap vanuit dat punt. We eindigen dan in 7-5. Wanneer we alle vectoren als punten interpreteren, dan vormen de oorsprong, de punten 4-6 en 3-1 en hun som 7-5 samen steeds een parallelogram. Dit is een verschil van twee vectoren. Wanneer deze vectoren punten voorstellen, berekent deze formule de vector die van hier naar daar stapt omdat dit goed in je hoofd moet zitten, verklaren we het op twee manieren. Je kan per coördinaat denken. Dit verschil is de vordering langs de x-as, dit verschil is de vordering langs de y-as. Of je kan in stappen denken. Wanneer we de volgorde van de stappen even omdraaien, leidt deze stap ons van het beginpunt naar de oorsprong en deze stap gaat verder naar de eindbestemming. Wanneer twee punten een naam hebben, duidt men de gebonden vectoren soms zo aan of soms ook zo. Of zo. De ongebonden vector, die van A naar B stapt, duidt men op deze manier aan. De berekening van daarnet ziet er dan zo uit. Soms is het verschil tussen gebonden en ongebonden vectoren nauwelijks van belang. En eens je het snapt, mag je het bijna vergeten. Maar let altijd op wanneer je een assenstelsel verschuift. Een positie krijgt nieuwe coördinaten, een stap blijft wat hij is.